Nou, ik vind dit inderdaad het is een hele geraffineerde, met al die lagen en zo, en asymmetrisch. Je zou er zo maximaal in kunnen zetten. Hè? Het was een soort van permanent toneelstuk wat er tussen dames en heren werd opgevoerd. Hoffelijkheid en de na-u-mevrouw en de tafeldame en tafelheer zijn en zo. En het was allemaal een soort van geformaliseerde omgang met elkaar. Het is de eerste eeuw waar je, als je voor een dubbeltje wordt geboren, toch een kwartje kunt worden. Ook al ben je niet van adel, ben je niet van een regentenfamilie. Als jij bereid bent hard te werken, ook te investeren in opleiding, dan kun je het heel ver schoppen. Langzaam maar zeker, gewoon door economische ontwikkelingen, doordat er industrialisatie was, welvaart groeide, waren er steeds meer mensen die geboren waren voor een dubbeltje en toch mee wilden spelen met de kwartjes. Toen begon het eigenlijk, toen begon de opkomst van veel meer mensen naar welvaart, grote huizen enzovoort. De gilden die zijn er niet meer. Dus opeens mag iedereen die dat wil handelen in mode. Mode verkopen, stoffen verkopen, accessoires verkopen. En dat gaan ze dus ook massaal doen. De winkels veranderen. Daarvoor was het vaak dat je moest loven en bieden voordat je iets kon kopen. En dat wordt nu een vaste prijs bij de grotere bazars en warenhuizen. En er komen voor het eerst couturiers die jou gaan voorschrijven wat de nieuwe mode was. Juist door al die vernieuwingen gaat men ook een beetje experimenteren hoe het lekker nog sneller kan of hoe het met minder zijde toch een zwaar gevoel kan geven door bijvoorbeeld metaalzuren aan de zijde toe te voegen. En dat is niet fijn voor de conservering. This silk is really beautiful silk, but the problem of this silk is really fragile. If you don't take care, you can break so easily. So it's really important to think which materials you introduce in the dress. When we check the dress for the first time, we saw generally the dress it was in good condition, but the problem was on the shoulders. For make more protection, we cover with a layer of tulle. This is the new piece of fabric, and this is the original fabric. You see the difference. Mijn grootmoeder is weggegaan uit Friesland en die heeft al die plaatsen gewoond in Nederland. Maar nu zijn die wielken weer bij elkaar. Hè? Zijn ze allebei in Friesland gebleven of zijn ze allebei bij mijn grootmoeder gebleven? Dat is op zichzelf heel verbazingwekkend eigenlijk, dat ze weer elkaar gevonden hebben. Die hebben dezelfde jurk aan, dat is voor een tweeling altijd mode en zo. Er bestond al een fotograaf in Wolfga. Dat ik dus nog de hoofdpersonen gekend heb die in 1860 daaromtrent zijn geboren. Dat vind ik eigenlijk toch wel heel bijzonder. Het sociale verkeer was heel erg geformaliseerd ook in de hogere kringen. Het was eigenlijk verplicht om mee te draaien in een bepaald circuit. En dat was een aaneenreiging van feesten, partijen, diners en dergelijke. En iedereen die meetelde, die zag elkaar, ontmoette elkaar op die bijeenkomsten. En uiteindelijk was het een huwelijksmarkt. Dat in de tegenwoordige tijd, nu de diligences, zelf de trekschuiten afgeschaft zijn, de mensen, dat wil zeggen de mannetjes en de vrouwtjes, niet meer zo gemakkelijk bij elkaar kunnen komen. Wel is de ijsbaan een enigszins geschikt middel om bij die leemte aan diligences en trekschuiten te voorzien en wordt misschien de ijsbaan langzamerhand de meer en meer gebruikelijke weg om elkaar te ontmoeten.
ontwerp werkt heel goed dat ook de kapers wel door de ogen van nu een beeld maken gebaseerd op de 19e eeuw. Ik bedoel, weet je wel, de poppen zijn uiteindelijk ook niet van toen, die zijn ook van nu. Het is wel goed dat er een handschrift in zit. Het kan ook een beetje stoffig worden als er nou precies de kapers opgaan zoals het toen was. De kleding blijft de kleding, maar we kijken door de ogen van nu. We proberen zoveel mogelijk te werken met dat 2D, 3D. En inderdaad de uitzoomen, inzoomen, juist om die diepte te creëren. En dat roept eigenlijk weer op om een beeld uit te vergroten. En dan heb je als bezoeker meteen het gevoel dat je van heel dichtbij naar het werk kijkt. Het werk is in het echt maar zo klein, maar als je het 5 of 8 meter breed ziet, dan heb je meteen het gevoel dat je erin loopt. Mensen hebben natuurlijk altijd de neiging om te laten zien wie ze zijn door wat ze aantrekken. En dat was voor de 19e eeuw ging dat heel ongegeneerd. Wie heel rijk was, die toonde zijn rijkdom met parels bezette avondjurken, met peperdure stoffen, kleren. Na 1800 ineens niet meer. Omdat er ook een beetje een taboe was komen te liggen op uiterlijk vertoon. Het was ook mooi om sober voor de dag te komen. Dat sierde een politicus en een heer. En dames liepen daar een beetje bij achter eigenlijk. Dat mannen zwarte kleren gingen dragen en niet meer rijk gekleurde pakken, geborduurde kleren en zo. Dat was een van de grootste omwentelingen van de 19e eeuw. Aan het eind van die eeuw kon je op straat lopen, op een kantoor komen en alle mannen hadden zwarte kleren aan. Scherp stellen. Het is een heel simpel ouderwets dingetje. Je kan zelf scherp stellen door dit naar voren en naar achter te schuiven. Zo. Het feit dat je naar een andere wereld kijkt die misschien niet meer van hier en nu is, dat vind ik heel interessant aan. In die tijd bestond het kleurenprocedé nog niet, maar er werd best vaak al gebruik gemaakt van een techniek om foto's in te kleuren. Er werden autochromes gemaakt, dat zijn platen die met een speciale techniek voorzien werden van kleur. Dat zorgt voor een heel specifiek beeld en dat wilde ik eigenlijk meenemen in de foto's die ik voor deze tentoonstelling heb gemaakt. Mijn eerste associatie met 1900 is heel erg die, nou ook best nog wel felle en pastellerige kleurtjes en ingekleurde fotografie, dus dat is mijn eerste gedachte. En dat heb ik eigenlijk verder uitgebouwd. Men is bezig met gebouwen van glas en staal. Denk aan Crystal Palace, aan de passages, aan de spoorwegstations die natuurlijk ook gloednieuw waren. Maar dat zie je ook terug in de kleding. Al die enorme grote rokken, die worden aanvankelijk gesteund door onderrokken. Nou, dat is geen pretje, want je torst echt kilo's kleding met je mee. En dan denkt men opeens, weet je wat, we gaan hetzelfde toepassen als wat er in de architectuur gebeurt. Een soort metalen constructies, de crinolines, en die gaan het gewicht dragen. Eigenlijk heb je banden van stof en daaraan worden een soort grote hoepels, dus echt als hoepelrokken van lichtgewicht metaal gedaan. En die hele toestand zorgt ervoor dat jouw rok zo wijd staat. Omdat er een bepaald soort staal is ontwikkeld, kun je ook hele smalle lichtgewicht bandjes maken. En dan zie je opeens een enorme industrie die alleen maar crinolines produceert. Het hele idee van die tijd was dat iedereen zijn plaats had en die plaats ook moest kennen. En de verschillen tussen mensen, bijvoorbeeld ook tussen man en vrouw, waren door onze lieve Heer gegeven. Daar moest je niet zomaar doorheen willen kruisen. Dus daarom was het ook onzedelijk als een vrouw zich bijvoorbeeld in een lange broek zou vertonen. En er waren steeds meer vrouwen die dat wel wilden, want die wilden kunnen fietsen. En dat had ook wel zijn weerslag in de kleding. Want als je niet meer alleen maar een decoratieve pop wilt zijn, dan wil je dus iets hebben waar je in kunt wandelen bijvoorbeeld. En dat,
dat verklaart waarschijnlijk het succes van het mantelpak. Het mantelpak was de eerste functionele dracht voor vrouwen. Je ziet dat vrouwen voor het eerst sinds heel lange tijd zichzelf kunnen aankleden. En dat is toch wel iets wat heel lang niet kon. En wat ook echt aangeeft dat ook zij deel gaan nemen aan dat moderne leven. Ik vind zelf een van de meest fascinerende aspecten van de 19e eeuw dat de mensen die toen leefden het als zo'n snelle, dynamische tijd ervaarden. Wij denken heel vaak, een beetje gezapig, alles was zo burgerlijk, maar dat was het dus helemaal niet. Of het dan gaat om het smalle inrijgen, of het gaat om het onderste knoopje van je vest openlaten, of een grote hoed of juist een kleine hoed, dan wordt dat nagevolgd door steeds meer mensen. En dat is de mode. En als die toonaangevende mensen dan ontdekken dat iedereen het doet, dan verzinnen ze weer iets anders. Het is niet alleen schaapachtige navolging, het is ook de prikkel van iets nieuws. Iets wat je treft, wat je denkt van, oh, wat mooi, zo'n grote hoed met zo'n luifel, weet je wel. En zo heb je een soort van grote golfbeweging door die hele eeuw heen. Niet alleen van grote kleine hoeden, maar van het hele, de menselijke gestalte eigenlijk. Het silhouet van de mensen, vooral van vrouwen, verandert in de loop van die eeuw. Van sluik en recht tot ingeregen en met veel nadruk op de schouders. En daarna worden die schouders smal en wordt die taille heel smal en de rok juist heel wijd om die smalle taille te benadrukken. En dan zegt iemand, god, die crinoline, dat schaffen we af. We doen alleen nog maar een grote dot stof van achteren en dan krijg je de tournure of queue de Paris. En dat zijn echt toonzetsters die dat dan voor het eerst dragen.